superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Jullie hebben het aan de titel al kunnen zien. Ik heb een nieuwe challenge voor mezelf en voor Lente bedacht. Ik wil eigenlijk namelijk binnen zo kort mogelijke periode naar de Z-dressuur met Lente, een springpaard. En ik ben natuurlijk meer springruiter dan dressuurruiter. Dus al met al vind ik het best een spannende challenge, maar ik ga jullie erin meenemen en let's go! Wil ik even tijd maken voor mijn trouwe partner Whitefoot. Ik werk inmiddels al meer dan 4 jaar met Whitefoot en het is gewoon een super fijne partner. En ook bij deze challenge komt hij gewoon weer heel goed van pas. Zeker met de avondwedstrijden. Ik heb zo vaak rond avondetentijd of in de auto gezeten of op mijn paard gezeten. Of dat ik toen net weer thuis was. In ieder geval, avondeten werd vaak geskipt. En dan is dit gewoon zo ideaal. Ik heb hier de smaak Classic Choco. Deze smaakt gewoon heerlijk naar chocomel, maar dan heel erg gezond, een volledige maaltijdvervangende drink. Als je dit opdrinkt, dan ben je 3 tot 4 uur verzadigd. En ze zijn gewoon ook heel erg gezond en lekker. Ze hebben heel veel verschillende smaken, dus check out wat ze allemaal online hebben staan. En gebruik mijn code DEMI-YOUTUBE voor 10% korting en klik op de link in bio. Dan allereerst natuurlijk de vraag, waarom wil ik naar de Z-dressuur met mijn springpaard Lente? Ik heb eigenlijk altijd al gezegd dat ik ooit een keer naar de Z-dressuur wil. Dressuur is toch de basis. Ik heb bij de ponies wel wat fanatieker dressuur gereden, maar uiteindelijk mocht ik M starten en toen ben ik overgegaan naar het springen. En ik vind het toch ook mooi voor mijn eigen ervaring en natuurlijk ook omdat ik werk voor klanten om die resultaten te kunnen hebben op je naam. Dat je dus Z-dressuur hebt gereden, ja, tussen de paarden ook. En Lente is een springpaard, maar ze heeft wel super goede gangen, heel mooie houding, gewoon een mooi paard ook om in de dressuurring te hebben. Dus als er één paard is waarmee ik dat zou kunnen halen op een relatief goede, makkelijke manier, dan is het met Lente. Omdat zij gewoon het meeste bouw heeft van alle paarden die ik heb op dit moment die dat zou kunnen. En daarnaast weten jullie inmiddels denk ik ook wel dat Lente gewoon met springen niet de makkelijkste is. Heel veel dingen geprobeerd, ook meerdere bitjes en andere trainers opgehad. Noem het eigenlijk maar op. Maar ze blijft gewoon heel heet en heel druk in het parcours. En dan kan ik hem gewoon niet genoeg controleren. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik dacht, ik wil een stap terugnemen. Ik wil naar de basis en ik wil dus gewoon heel even een springen parkeren. Ik ga er zeker wel weer mee starten volgend jaar. Maar ik wil gewoon even een springen parkeren, werken aan de basis. En om mezelf dus wel scherp te houden en een doel te hebben, wil ik naar de Z-dressuur. En waarom wil ik dan zo snel naar de Z-dressuur? Dat is ook een hele goede vraag. Ik doe heel graag heel veel dingen altijd tegelijk. Ik weet niet waarom, dat is iets wat ik gewoon blijf doen. En ik heb dus ook besloten dat ik graag een veulentje wil fokken met Lente. Als we dan toch een sabbatical hebben op springgebied, dan kunnen we er maar beter het beste van maken en ook een veulentje fokken. Daar weet ik nu inmiddels al een stuk meer over. Over of het is gelukt, welke hengst het is geworden. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende delen. Want we gaan nu beginnen in juni 2024, dus een paar maanden terug, met mijn eerste wedstrijd. En mijn eerste wedstrijd reed ik in Oudebosch. En de voorbereiding en het hele verhaal eromheen, dat gaan jullie nu zien in de clips die ik toen heb opgenomen. Hallo lieve mensjes, ik ben met Lentje, zoals jullie kunnen zien. En het is 28 juni en dit is eigenlijk het eerste een beetje vlogje wat ik maak over mijn dressuur challenge. Best wel gek om voor mij, ik film en dan komt het heel snel online, hooguit een paar weken daarna. En nu ben ik echt wel serieus vooruit aan het werken, omdat ik het ook leuk vind om echt als een serie te uploaden en niet als vlogs door alle springvideo's heen. Maar zoals ik al heb verteld eerder in deze video, ben ik met Lente heel hard aan het werk om zo snel mogelijk richting de Z-dressuur te gaan. En het doel is eigenlijk, dat zeg ik nu helemaal aan het begin van mijn challenge, om voor half december in ieder geval mijn punten te hebben dat ik Z1 mag rijden. En het liefst natuurlijk ook al mijn Z-debuut te hebben gereden. Maar dat is echt wel heel hard werken en natuurlijk ook wel tijd hebben om de wedstrijd te rijden. Dus voor nu gaan we het gewoon nog proberen, want het is al helemaal aan het begin, vol motivatie. En ik heb deze week, eigenlijk vorige week, heb ik haar na even een langere periode, een paar weken rust, heb ik haar weer opgepakt.
Zoals hopelijk inmiddels ook online al bekend is, is Lente op dit moment drachtig. Op het moment dat ik dit film weet ik dat nog niet of het heeft gepakt. Maar we willen haar in ieder geval, we hebben haar al laten dekken en we willen dus volgend jaar een veulen. En we dus eigenlijk vooral ik. Maar ik hoop heel erg dat ze op dit moment al drachtig is. Maar dat hoor ik over 2 dagen. Drie dagen. Dat hoor ik maandag. Dus super spannend. Maar goed, hopelijk weten jullie dit al lang en is dit echt oud nieuws inmiddels. Ik ben dus vorige week maandag ongeveer heb ik haar dus weer opgepakt. Vorige week maandag of dinsdag. Het is nu vrijdag. Dan was het gewoon echt weer, een drama na die periode rust. Lente is gewoon het moeilijkste paard wat ik heb. Ik kan het ook niet in woorden omschrijven. Het is gewoon een merrie die niet zo heel veel accepteert. Ze wil echt wel hard voor je werken. Ze heeft echt geen verkeerde instelling. Maar zodra het moeilijk wordt, probeert ze wel iets buitenspel te zetten. Het is gewoon niet de makkelijkste. Ze is ook ontzettend groot, lang, sterk. Ik ben niet zo groot. Dus al met al gewoon best wel lastig. Ik begon anderhalf week terug. En ik dacht echt, oh boy, ik heb me al hier geschreven voor mijn eerste dressuurwedstrijd. Ik 2 dagen later voor het eerst de proefjes doorgereden. Toen dacht ik opnieuw, oh boy, ik heb over een week mijn eerste wedstrijd. Want ze werd super heet. Het volgde allemaal best wel snel. En dan werd ze nog drukker, sterker, heter. Dus ik had eigenlijk toen die dag Amber geappt, mijn dressuurtrainster Amber Hagen. Heb je voor volgende week nog een plekje? Volgende week maandag of dinsdag? Want ik had woensdag mijn eerste wedstrijd. Had ze. Dus ik kom maandag terecht. En had ik maandag echt een super fijne les gereden. Ik doe nu bij Lente de trainingen afwisselen tussen dressuurtrainingen en dubbele lijnen trainingen. Omdat ik met de dubbele lijnen haar best wel fijn in die aanleuning kan krijgen. En ik merk dat dat heel fijn werkt. Dus dat heb ik ook die week totdat ik les had bij Amber even afgewisseld. Natuurlijk ook af en toe een vrije dag. En we gaan ook zeker nog een keer sprongertje doen. Nog een keer naar het bos, dat soort dingen. Het is echt niet dat ze nu alleen maar dressuurpaard hoeft te zijn. Maar goed, die week voor die les even daar de focus op gehad. Nou, toen maandag super fijne les gehad. Ging al beter dan de week ervoor. En Amber kan dan wel me net even zo helpen dat ik daar ook een langere periode nog even mee door kan. Dus dat was super fijn. Toen had ik er dinsdag weer met de dubbele lijnen gedaan. En toen had ik woensdag mijn eerste dressuurwedstrijd. Even kleine nuance. Ik heb haar toen ze 4 was al een keer uitgebracht. 2 proefjes had ik 2 keer 1 winstpunt. En ik heb haar 2 jaar geleden 2 keer uitgebracht. Of zeg maar 2 proefjes gereden had ik ook 2 keer 1 winstpunt. Voor alle 2 keren had ik niet specifiek voor de dressuur geoefend. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat ik een wedstrijd reed, een dressuurwedstrijd, echt voorbereid en echt ernaartoe getraind. Dus ik zei ook tegen Amber, joh, ik ga niet per se vanuit dat ik 70% rijd, dus zeg maar boven de 210 punten is dat dan. Maar ik wil niet voor lul rijden. Dus ik wil wel gewoon een nette proef kunnen rijden. En Amber zei, je rijdt niet voor lul, weet je wel, is prima. Dus bij woensdagavond, avondwedstrijd in Oudebosch. Ideaal, ik ga vanaf nu, zodra ik kan, elke woensdagavond, als ze die wedstrijd hebben, top, kost voor mijn gevoel geen extra tijd. Ik heb natuurlijk ook alle springpaarden die ik moet uitbrengen, dus woensdagavond is perfect. Ik ga me nu al inschrijven voor de komende 6 maanden. Daar rijden en die stond er super goed aan. Echt super ontspannen en rustig en Eline en ik zeiden tegen elkaar, ze lijkt het wel gewoon leuker te vinden dan het springen, joh. Dus dat was heel fijn dat ze zich super goed liet bewerken. Toen ik de proefjes, ging eigenlijk zoals ik had gehoopt. Niet per se zoals ik had verwacht, want ik weet dat Lente dus ook nogal eens wat heter kan worden in een proefje. Maar ze was super braaf. Naar het einde toe wel wat kleine rommeltjes. Maar ik was eigenlijk echt wel heel tevreden. Ik heb er ook van genoten. Ik probeer voor mezelf niet te streng te zijn, weet je. We zitten echt aan de start. En het is nu ook gewoon kilometers maken. Want dit is dus de 3e keer dat ze tussen de witte hekjes loopt. Dus ik bedoel, het is ook niet alsof ze het 100 keer heeft gedaan. Dus echt super proefjes weggezet. Eigenlijk wel heel blij mee. Natuurlijk wel gewoon verbeterpunten waar ik aan ga werken. Maar ik was eigenlijk wel blij. Toen wachtte op de uitslag. En toen had ik dus de eerste proef gewonnen met 200,5 punt. En de tweede proef had ik 195 punten. Dus 4 winstpunten gereden. Ik had het gehoopt, maar ik had het niet verwacht. Want ik moet dus nog, voordat ik hier begon, nog 6 winstpunten in de B. Ik wil graag 2 wedstrijden rijden.
deze week. Het is dus nu vrijdag. 2 dagen terug heb ik in Oudebosch gereden. En over 2 dagen rij ik in Breda. En het zou dus mooi zijn als ik alle 2 die dagen 1 betere proef kan rijden voor 2 winstpunten. En 1 goede proef voor 1 winstpunt. Zodat ik dus uit de B ben. Dat zou een hele goede start zijn van mijn challenge. Nou, jullie hebben net gehoord hoe mijn voorbereiding was geweest voor die wedstrijd. En hoe de wedstrijd zelf is gegaan. Ik was natuurlijk super blij met het resultaat. Ik had het echt niet durven verwachten dat ik super goede punten zou rijden. Eigenlijk in zo'n korte voorbereidingstijd. En de eerste keer weer echt een proefje na dus zeker 2 jaar. En wat ik al zei, ik had dus eigenlijk niet geoefend een keer ervoor. Dus nu was het soort voor mij voor het echt. En ik had dus direct super goede punten. Dus daar was ik heel blij mee. Maar ja, ik was een tijdje niet op de dressuurwedstrijd geweest. En voor mijn gevoel was die 2 jaar terug dat ik had gestart, waren de regels ook nog heel anders. En toen was ook nog met wat dressuurmensen een beetje op sleeptouw meegenomen. En nu stond ik dus met Eline in Oudebosch voor het eerst, dus sinds heel lange tijd weer in mijn uppie op dressuurwedstrijd. En ik was echt soort mega confused wat er allemaal was veranderd. En ik heb mezelf echt kapot gelachen. En ook dat zien jullie nu wat voor verslag je ervan hebt gemaakt. Want het was echt weer compleet chaos. Ja, los daarvan, het was gewoon echt een hele journey. In de tijd dat ik dressuur reed, waren de regels allemaal nog anders. Ja, gewoon echt van dingen als, ik heb mijn haar onder mijn cap en nu heb ik gewoon een staart. Maar ik had deze cap op en dan mijn haar eronder. Nou, vroeger was dat echt geen ding. Vroeger moest je echt je haar in een knot en dan zo'n netje nog eroverheen. Tegenwoordig heb je allemaal van die mooie soort elastieke ringen met steentjes, diamantjes. Dat was in mijn tijd upcoming, maar niet echt eigenlijk. De deur, om die bak in te gaan, ik wist echt niet. Moet je dat open doen? Wordt dat open gedaan? Word je geroepen? Ik weet niet, in de tijd dat ik dressuur reed, was het allemaal veel logischer voor mijn gevoel. Ik wist ook echt niet waar ik moest losrijden. Nou, hoofdstelnummers zijn natuurlijk een hele nieuwe hype. Had ik ook niet. Heb ik geleend, of tenminste heb ik wel, maar was ik kwijt. Heb ik geleend van een goede kennis van mij. En toen in Oudebosch in dat winkeltje direct een nieuw gekocht. En toen had ik dus achteraf mijn proef gewonnen. En toen had ik dus een cadeaubon waar ik bijna 2 hoofdstelnummers van had kunnen kopen. Dus dat was top. Maar goed, echt, Eline en ik liepen daar echt als een soort kip zonder kop. Liepen daar rond van, zo, hoe werkt dit, joh? Wij vragen, waar moeten we losrijden? Is een hoofdstelnummer verplicht? Wat is mijn hoofdstelnummer? Want er stond helemaal geen nummer bij. Ja, dus ik vond dat het laatste 3 cijfers van mijn combinatienummer was. Mag ik al dan achter in de ring stappen? Mag dat pas als je daar bent? Moet Eline het ding open en dicht doen? Oh ja, moet je je aanmelden bij de jury? Dat was in mijn tijd ook niet. Doet de jury de hand omhoog als je mag beginnen? Of is er een bel? Nou, echt. Ik was zodanig lang uit die dressuur dat ik echt gewoon niet meer wist hoe het werkte. Super grappig. Uiteindelijk, die prijsuitreiking duurde echt super lang voordat het ging beginnen. Dus wij dachten, ja, hebben we het nou gemist? Moeten we het gewoon ergens ophalen? Nou, echt, ik heb me kapot gelachen met Eline. Echt als een stelletje, debielen lopen eigenlijk gewoon op die wedstrijd. Nou, ik vond het echt super grappig. Maar goed, super goede punt gereden. Dus vandaag heb ik weer hard getraind. Ze heeft gisteren rustdag gehad. Vandaag dus goed getraind. Ging heel erg goed. Begon weer super. Morgen dubbele lijnen. En dan zondag naar Breda. En dan ga ik jullie zeker laten weten hoe Breda's gaan. Toen reed ik dus opnieuw 2 proefjes in de B. En ik moest nog 2 winstpunten om dus door te kunnen naar het L1. Nou, mijn wedstrijd ervoor was natuurlijk redelijk goed gegaan. Dus ik maakte me niet heel veel zorgen. Ik hoopte gewoon die 2 puntjes te halen. En dan kon ik dus door naar de L1. Dus ik heb daar mijn proefjes gereden. En er zijn stukjes van het inrijden gefilmd. In Oudebosch hadden we helemaal niks gefilmd. Maar nu probeerden we dat ook een beetje mee te nemen voor een serie. En mijn proeven zelf niet. Want Eline moet natuurlijk ook die proeven voorlezen. Dus dat was nog een uitdaging, maar daar wordt aan gewerkt. Maar goed, deze proef waren ook heel goed gegaan. Ik had 198 punten en 195 punten, dus weer 4 winstpunten. En ik had ook volgens mij 1 prijs en toen heb ik een dressuurdekje gewonnen. Ja, een soort echt heel lelijk dekje. In ieder geval een schimmel. Hij is een soort beige en op wit is dat gewoon echt heel lelijk. Maar ik denk dat het wel mooi is op een van mijn zwarte paarden. Maar ja, wel superleuk dat ik had gewonnen en dat ik weer zulke goede punten had. En daarmee had ik dus nu mijn punten om naar de L1 te gaan. En daarmee ga ik ook deze video afsluiten. In de volgende video gaan jullie
al mijn wedstrijden zien die ik in de L1 heb gereden. En natuurlijk ook uitgebreid verslag met hoe dat is gegaan. En daar heb ik ook meer rijbeelden, want toen was ik ook iets fanatieker voor deze challenge. Omdat het zo goed was gegaan. Dus ik zie je heel graag bij de volgende.